Ja, ik ben operationeel manager van een EZV-afdeling. Een EZV-afdeling is een bijzondere zorgafdeling waarbij gedetineerden zitten die voor bijzondere delicten zitten en psychische gedetineerden die een klein beetje meer begeleiding nodig hebben. En daar doen we dit project mee. We zijn 5 weken geleden begonnen. Ze doen 2 keer in de week doen ze dit project. 2 keer 1,5 uur en het zijn 16 bijeenkomsten. Elke training is weer even bijzonder en ongelooflijk mooi om te zien hoe de honden die dus zeg maar echt met een reden bij ons in de training komen, vaak omdat ze zwaar mishandeld zijn of verwaarloosd. Dat is dan vaak de reden dat ze in het asiel zitten. En dan hebben ze het gewoon echt weer nodig om bij ons in die training te komen. En wat wij dan echt doen is gewoon zorgen dat ze gewoon weer lekker vrij worden en weer ervan kunnen genieten om de interactie met mensen te hebben. De lijn overpakken, juist. Dit zijn allemaal oefeningen die wij ook in de reguliere training doen. En de trainers in deze opzet zijn vaak nog meer gemotiveerd en meer gefocust en beter bezig dan de mensen op een gewone hondenschool. En als je nou vergelijkt met vandaag dat jullie stonden op een rijtje en ik ren eromheen met allemaal tringelende tamboerines, dan is het een hele verschil met de eerste les, waar je nog eens niet langs kon lopen zonder dat je of aangevallen of opgesprongen of omvergetrokken werd. Vaak mensen bij reguliere cursussen hebben toch wat meer eigenbelang. Hier denken de jongens echt in het belang van de hond. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de oefening linksom, rechtsom, oftewel het paaldansen wat wij een paar keer hebben gedaan. Alleen nou sta je zelf op paal. Letterlijk. Letterlijk en figuurlijk, ja. Ja, ze worden sociaal naar elkaar toe. Jongens zijn een klein beetje op zichzelf vaak hier. En je ziet door middel van de training met honden dat ze contact met elkaar krijgen. En ook na de tijd, als we afdeling zijn, dat ze veel meer met elkaar praten. Het is sociaal gebeuren een beetje hier binnen. Dus alle oneenigheid wat er al eventueel is, dat moet op de afdeling blijven. Hier zijn ze alleen bezig met de honden. En het geeft een groepsverbinding, omdat ze zijn ook trots op elkaar als een oefening lukt of als een hond betere gedrag laat zien. Elke training maak je weer bijzondere momenten mee en zie je weer het moment dat de omslag komt, dat de hond weer echt het vertrouwen begint te krijgen, plezier weer durft te spelen. Klinkt ontzettend gaaf. Ja. Het klinkt ook alsof over een paar weken, als de training is afgelopen, dat het dan een hartverscheurend afscheid gaat worden. Afscheid blijft altijd lastig. En dat blijft heel moeilijk om te zien, omdat je gewoon, ja, toch waar het is een bijzonder mooie band ontstaan tussen een mens en een hond, die elkaar echt heel erg goed hebben geholpen om gewoon weer emoties te ervaren, elkaar dingen te leren, dat je weer vertrouwen krijgt in een ander. Uiteindelijk gaan we voor het doel om de hond weer te kunnen plaatsen binnen een gezin. En dat weten de trainers, dat vertellen we ze ook elke les wel weer, van bedenk je waar je dit voor doet, zodat de hond straks weer een mooi huisje heeft ergens. Het blijft hartverscheurend, maar het is wel gewoon iets waar uiteindelijk kunnen ze er allemaal gewoon goed mee omgaan.